Dat was voor de thumbnail. Welkom, welkom allemaal. Welkom terug. Mijn naam is Veerle en aan de hand van Cash Stuffing Challengen maak ik mijn budget op elke week, elke maand en post ik dit via het YouTube kanaal. Is het iets dat je interessant lijkt? Abonneer je dan op mijn kanaal om het te vergezellen in mijn budgetreis. In deze video ga ik een paar saving challenge vullen. Ik ga de saving challenge doen van de A5 en van de witte binder, mijn vakantiebinder. In totaal heb ik een bedrag van 210, 20, 40, 60, 80 is 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 15, 215. Ik ga misschien beginnen met mijn vakantiebinder. Ik ga deze nog een beetje opzij leggen. Nu, de wijziging die ik hier aan gebracht heb, de vakantie zat vroeger in mijn holiday binder. Maar omdat holiday binder zo moeilijk eigenlijk elke maand gevuld werd. En dan de vakantie zat in een paar van mijn savings challenge. Allemaal goed en wel. Maar die grote blaren, dat werd niet motiverend voor mij. Ik zie dan liever eigenlijk alles meer gedetailleerd. En ook dat ieder blaadje dan ook wel vlugger gestuft wordt dan één groot blad natuurlijk. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Ik had nu deze binders ook liggen. Hoe langer dat je met budget bezig bent, dan breid je je collectie wel een beetje uit. Vandaar de witte binder is nu voor vakantie. En dat is voor de zomervakantie dat ik eigenlijk een beetje ga kijken wat ik kan missen. Ik heb de volgende categorieën: fun, food, wifi, shopping, vervoer en dan autoweg. Dat is voor de peage dat ze zeggen, of de tol wordt misschien ook wel het Nederlandse woord voor gebruikt. In Frankrijk heb je dus peages te betalen. Wat hier ook in mijn vakantiebinder zit, is de Disney binder, de Disney envelop. Deze staat nu een beetje op hold. Ik heb het budget van 2500 behaald. Ik moet dus 3000 hebben. Maar deze staat nu op hold, omdat de komende tijd gaan wij toch niet reserveren voor Disneyland. Door onder andere mijn gezondheid. Ik ga te veel van de attracties moeten ontzeggen. Vandaar dat dat een beetje op hold staat. En ik ga dan ook nog een envelop insteken voor Center Parks. Center Parks is wel volledig het doel bereikt. Maar we hebben ook daarvoor geen datum om er naartoe te gaan. Het geld staat wel op de bank. Zodat het toch iets of wat van interest kan opbrengen. Nu, ik bekijk ook per maand wat ik in mijn enveloppen kan stuffen. Bij mij is het dus niet zomaar van, oh, ik heb hier dit. Allee, we gaan een keer kijken wat dan me vullen. Ik ben iemand die graag plant. Vandaar dat ik ook mijn challengen op voorhand een beetje plant. Deze icoon is elke keer 5 euro. En de fun krijgt nu 25. Dat is heel gemakkelijk. Omdat ik dan een heel rijtje kan kleuren, hè. 5, 10, 15, 20, 25. Voilà. En ik had in mijn vorige binder hier reeds 200 voor gespaard. Maar ik heb het dus op de rekening gezet, maar te weinig omschreven. Vandaar dat ik het niet meer kan uithalen op dus een spaarpotje online waar ik het juist gezet heb. Het staat ergens op, maar ik heb besloten vanaf nul te beginnen, omdat ja, ik weet het niet meer waar ik het juist gezet heb. Staat het nog in mijn emergency spaarpot of staat het in mijn vakantiespaarpot? Ik ben het vergeten. Het is al een tijdje geleden dat ik het erop gezet heb. Daaraan zie je ook het belang van altijd goed detail weer te geven, notities, ook al is het online.
bij deze mijn les geleerd. De vakantiefood krijgt 10 euro. Dus elk icoontje is 10. Dus deze krijgt 10. En ik ga mij ook niet de druk opleggen voor de vakantie, want het zijn veel icoontjes, het zijn een paar envelopjes. Ik ga zien hoe ver ik geraak. Sowieso gaan we toch eens er tussenuit om onze eigen batterijen op te laden. En we gaan dan zien hoe ver we gekomen zijn. De wifi krijgt 5 euro, dus dat is ook eentje. Ja, hier zie je, het is eigenlijk een schoteltje, maar dat is gewoon afgeknipt. Dus van deze wifi had misschien beter een computertje geweest. Maar ik zeg het nog een keer, ik wou het niet in de vuilbak gooien. Vandaar dat ik het zo'n beetje verdeeld heb. 5 euro. Shopping. 10. Elke cirkel is eentje. Dus heb ook eentje inkleuren. Vervoer. 10 euro is, hopla, is ook eentje. Je hebt eigenlijk minimalisten in het budget. Dus alles in één map. Ik ben een, ja, hoe zeggen ze dat? Een maximalist. Ik weet het niet het juiste woord. Maar ik heb graag verschillende binders en elk doel meer onderverdeeld. Dit kan je bijvoorbeeld ook doen voor de autokost. Nu zit dat in envelop in mijn sinking funds. Maar eigenlijk auto kan je ook onderverdelen in autowas, autobanden. Wat is daar nog allemaal? Auto-onderhoud natuurlijk, dus de garage zelf. Benodigdheden auto kan je ook eigenlijk jouw eigen mapje voor maken. De autoweg, elk icoontje is 15 en het autoweg krijgt 15, dus ook eentje in te kleuren. Nu, hoeveel keer ik in de maand deze binders kan vullen, ja, kan stuffen, dat gaat te zien zijn aan mijn inkomen natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld ook naar het bijberoep. Als ik een goede maand heb, kan ik eventueel daarvan hier ook nog eens gaan bijstuffen. We gaan zien hoe het gaat, maar ik ben al heel blij dat ik het toch één keer in de maand kan stuffen. Dan ga ik over naar mijn, sorry voor de weerschijn, naar mijn grote A5. Hoe gaan we dat doen? Dat we het een beetje, ik ga dat hier leggen. Zo. En de binder gaan we hier leggen. Hè. Dus dat heb ik gedaan vorige week. Dat is direct met de bank online. Ik heb 10 euro en 8 cent kunnen afronden van mijn twee lopende rekeningen. En dat gaat dus rechtstreeks naar mijn emergency fund. Dus voor de verbouwingen. Voor deze maand is de 3000 monthly saving ook in orde. Dus dat is dan tot in februari. En dan heb ik hier mijn emergency. En emergency krijgt Monise. Excuse me. Ik ga daarvoor een geel kleurtje nemen. Emergency krijgt 20 euro deze keer, zal ik maar zeggen. 20. Ik ga hier ook nog eens een mooi blaadje voor maken. Maar tot op nu is het zo eentje. De eerstkomende verjaardag is Wout. En Wout krijgt 5 euro. 10 uit 20. Dus in deze enveloppen spaar ik tot 50 euro. Als het dan een verjaardag is, dan heb ik een extra geschenk of geld envelop van 50 euro.
De volgende is de bijbouw. We gaan niet te geweldig zijn in het begin. Dus elk icoontje is 5 euro. En ik ga beginnen met 5 euro. Dit is zo een tracker van Two Sister Bees. 5 euro. De appel voor de dorst. Eigenlijk mag dat hieruit en kan ik het volledig dan daarin steken. Een groen potloodje of mijn groene stift. De appel voor de dorst. Krijg jij iets van de maand of deze keer 5 euro? Tien, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, vijfentachtig. Life happens. Dat zal wel zijn. Life happens krijgt, eventjes pieken, 20. De groene nemen. Is dat groen? Ja. Vijftig, zeventig, negentig, 110, 130, 150, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 255. Want als deze vol is, dan heb ik 650 euro gespaard. Dan zit ik terug in mijn boek, De Luiaard. I'm not lazy, I'm just enjoying saving money. En daarvoor heb ik een dobbelsteentje nodig. Wat ga ik daarmee doen? Dus dat is een dobbelsteen normaal gezien tot 20. Eén. Dus ik heb 1 en ik heb 10 euro hiervoor gebudgeteerd. Dus 1 en 9 is 10. Of je kan open voor dat niet. Ja, je zou zeggen pak 10, maar ik heb 1 gegooid. Dus ik ga 1 en 10 doen. Ah, ik ben nu nog verkeerd. Ah. Ik spreek van 10 en ik doe 10. Zou het wat uitkomen? Jawel. Ah. Dus 10 euro voor de luiaard. En dat is onze eerste 10 euro voor deze grote challenge. Want deze grote challenge is 4200. Daar zijn we nog wel eventjes zoet mee, hè, mensen. Floating on cloud 9 krijgt 5 euro. Daarvoor ga ik blauw nemen. Dat ga ik hier doen. Dat is een hele mooie. Deze is eentje van Lisa Grateful Me. 5 euro. Nice. De kleur challenge. Hier staat nu wel puzzel challenge. Ja, eigenlijk is het wel een puzzel, hè. Dat is meer de kleur challenge. En voor deze challenge heb ik 10 euro. Ik ga wel eerst een keer een grote blok nemen. Als ik dan wat minder budget zou hebben, dan kan ik altijd ietsje minder gaan nemen. Tien. En eigenlijk zijn het in de meeste enveloppen de eerste centjes die erin gaan. Een goed gevoel. Dan heb ik de kleurplaat. Elke letter is 5 euro en we gaan 1 letter inkleuren. De E van elkaar.
5 euro. Dan hebben we nog een grote, de Show Me The Money, 1500. Dat is er ook een van Lisa Grateful Me. Oei, laat ze open. En de Show Me The Money, deze krijgt ook 10 euro. Ik ga ook groen nemen. Hetzelfde van dat groen een beetje. 10. Zo, en dan heb ik hier nog mijn envelop voor de bril van Wout. Maar voor de bril van Wout ga ik natuurlijk nog moeten een challenge maken, want die heb ik nog niet. Maar omdat ik er toch al wou mee starten, heb ik het ook gebudgeteerd voor 40 euro in deze challenge te steken. Mijn envelopje is ook wel een beetje een bril, hè. Maar ja, ik heb toch liever iets dat kan afvinken. Dat werkt nog zo motiverend. En er zijn er genoeg te vinden met een bril of zo. Of anders maak ik er zelf wel eentje. Ziezo, mijn eerste saving challenge van het jaar is gestuft. We zijn eraan begonnen. Het motiveert om verder te doen en om extra werk te verrichten, zodanig dat we budget hebben om dit te stuffen natuurlijk. Heb je genoten van deze video? Heb je er iets van bijgeleerd? Heb je de zin om het ook te beginnen te starten? Like dan deze video, daar help je mijn kanaal mee. Abonneer je en dan zie ik je terug in mijn volgende. Dag!